Oké, nu de delivery basics. Wat moet je nu echt doen als je gaat beginnen? Laat beginnen bij menukaart. Menukaart niet te moeilijk. Gewoon simpel houden en zeker niet je hele menukaart erop zetten. Dus geen moeilijke gerechten zoals Chateaubriand, want het komt nooit aan zoals je het normaal gesproken op je bordje serveert. Nou, zorg in ieder geval voor je margerijke producten dat die erop staan. Dat scheelt natuurlijk als er dan commissie afgaat dat je nog iets overhoudt. Aan de andere kant, voor je inkoop is het wel lekker dat je hetgeen wat je het meest verkoopt in je restaurant, waarschijnlijk vinden mensen dat lekker, dus ook wel veel gaat verkopen bij de mensen thuis. Hoeft niet altijd margerijk te zijn, maar je kunt wel schaalvoordeel hebben omdat je meer inkoopt. Nu heb je keuze gemaakt uit je menukaart, maar hoe gaan we nu die gerechten die je hebt gekozen zo goed mogelijk bij de gasten thuis brengen? Let op, de klok tikt zodra jij ze hebt ingepakt en in een tasje hebt gedaan. Bij onze hamburger doen wij bijvoorbeeld het broodje toasten, zodat die niet nat en zacht wordt. De saus doen wij op de salade in plaats van op het broodje. Dat helpt om het broodje lekker krokant te houden. Aan de andere kant kun je bij andere gerechten altijd je saus apart houden. In ons restaurant serveren wij de ribs altijd met gefrituurde uitjes. Nou, dat gaat niet in zo'n foambakje, want dan worden ze helemaal nat en slap. Dan komen we op de friet. Dat is voor iedereen een hel. Friet is altijd lastig. Zorg ervoor dat je die sowieso in een mooi zakje met gaatjes inpakt, zodat ze kunnen luchten. En aan de andere kant zorg dat je ze altijd als laatste erbij doet. Als laatste inpakt, zodat die gerechten gelijk mee kunnen met de delivery guy. Door schade en schande wordt men wijs en geloof me, dat zijn wij geworden. Het zijn gewoon een paar dingen die we in de afgelopen jaren hebben geleerd die super handig zijn om te weten. Een paar tips. 1. In Nederland eet iedereen bijna altijd rond dezelfde tijd. 6 tot 8 zijn we nou eenmaal gewend. Aan de andere kant, in Nederland is het ook altijd nat, koud en regen. Dus in de winter kun je ervan uitgaan dat je veel meer bestelling krijgt dan in de zomer. In de zomer zitten mensen bij je in het restaurant en in de winter blijven ze lekker thuis. Er zijn genoeg delivery partijen, dus zorg ervoor dat je niet op één paard wedt. Een paard kan mank lopen, zorg ervoor dat jij altijd flexibel blijft. Belangrijkste van allemaal, zorg ervoor dat je restaurantoperatie nooit de dupe wordt van jouw delivery. Dus druk op tijd op stop, want geloof me, ik heb het meegemaakt.